Nelemans. Ja, dan moet Jongbloed komen. Dat doet hij niet. En Van Gils kopt in. De sensatie in de wedstrijd. Tegen de verhouding in ook. Hoekschop Nelemans. En Jongbloed ziet niet dat Van Gils voor hem kruipt. 0-1, 19e minuut. Oosterom. Goed gezien van Steijhaard, maar Oosterom houdt hem binnen, legt hem terug op ten kaarten. En dit moet een gelijkmaker zijn, en het is hem. Een prima aanval van de Go Ahead Eagles via André Oosterom aan de rechterkant. Hij is niet zelfzuchtig, ziet ten kaarten in een betere positie. Het is 1-1, 38e minuut. Slechte bal van Oosterom in de voet van Nelemans. Goossens weggeduwd door Witbaard, jazeker. Nelemans verrassend over de muur heen en het is weer 1-2. Toontje Nelemans is specialist bij Willem II in dit soort zaken. Een voortreffelijke trap, 5 minuten voor rust, 1-2. Vrije trap voor Go Ahead, omdat Bastiaanse liep te praten. Bosman kopt, Eikelkamp voor de gelijkmaker. Het is onvoorstelbaar, 2-2. Binnen 2 minuten, 3 doelpunten. Eerste gelijkmaker van Ten Kate. Toen de 1-2 van Nelemans. En nu via Eikelkamp 2-2. 40ste minuut. Woutsma. Smol. Woutsma. Weggekopt Bastiaanse. Van Gils. Soffers. Van Gils, Soffers en Van Gils. Van Gils heeft graag de bal in de voet, is technisch zeer bekwaam. Veskens kan uithalen voor de schot, een prima schot. Het is 2-3. Onvoorstelbaar, wat een rotavond maakt Jan Jongbloed door. Hij raakt bijna geen bal zonder dat hij er iets aan kan doen. Ook dit afstandsschot van Veskens is onhoudbaar. Tweede minuut, tweede helft. Nieuwe voorsprong, Willem II, 2-3. Toch weer 4 mensen voorin bij Willem II op deze vrije trap van Toon Nelemans. Richting Van Gils. Oude Wesseling wint dit keer van hem. Ten Kate. Nelemans, Braam, Soffers, Nelemans, die voelt zich lekker in dit soort wedstrijden. Van Gils met de punt van de schoen, 2-4. Toontje Nelemans die de bal hard voor het doel van Jongbloed langsjaagt. En het is niet alleen Jongbloed die niet in vorm is vanavond, maar de verdedigers van de Go Ahead Eagles mogen zich dit ook aantrekken. Het feit dat Van Gils zomaar kan scoren met de punt van zijn schoen. 10e minuut, tweede helft, 2-4. Het was heel zwaar, die beslissing van de schepper, maar toch. Nelemans heeft de kans de wedstrijd definitief te beslissen. Hij doet dat. Met nummer 13, dat is Donders. Hij gaat het veld in en u zag Nelemans uit het beeld lopen richting kleedkamer. Nelemans heeft zijn werk gedaan voor de Eagles. Donders de invaller in sprintduel met Oostrom. Goossens. En Witbaard. Die kennen elkaar van FC Utrecht van vroeger. En Van Gils kan opnieuw scoren. Doet dat. 2-6. Eerst Donders aan de linkerkant. Die de bal hard voor het doel lang speelt. Dan Goossens die zijn oude Utrechtse maatje Witbaard dolt. En Van Gils die zijn derde treffer van deze avond scoort. Nog een minuut of 10. 2-6. En het drama wordt erger voor de Eagles. Het lijkt zwaar. Maar de schepper handelt conform de regels. Witbaard. Brengt, nou nee, niet de spanning terug, maar de stand op 3-6. Veldmaten, Woutsma. Boerenbach. Ruimte genoeg voor een schot. En een goed schot ook, 4-6. Boerenbach, de invaller, wordt door niemand van Willem II aangepakt. Willem II dat al in een soort feestroes verkeert en Vormanoy is kansloos op dit afstandsschot.